Hola, Lala. Hola, Lala. Goedenavond, eerst en vooral wil ik alle KVO-supporters van harte welkom heten voor het nieuw speelseizoen. En wil ik hier ook de pers van harte welkom heten in ons vernieuwd perslokaal. We zitten iets ruimer, jullie kunnen iets beter werken en nu gaan we over tot de analyse van deze wedstrijd. Meneer, monsieur Dessy, j'aimerais que vous donniez votre analyse du match d'aujourd'hui. Ben, je pense qu'elle est simple. On a été confronté à un combat dans lequel techniquement on a été très très faible, que l'adversaire il a profité de notre naïveté défensive sur les phases arrêtées, ou sinon je pense que les deux équipes il peut jouer 10 heures au football, il ne peut pas marquer un but. Voilà mon analyse. Elle est très sec? Non, c'est mon analyse. Ok, dan ga ik over naar onze trainer. Trainer zou zijn het seizoen. Zou ik zeggen, schitterend ingezet deze competitie. Een overwinning tegen Brussel, 2-0. Ik zou zeggen, een sterk spelend KV Oostende vandaag. Het zal eerst het seizoen schitterend gestart, denk ik niet. De competitie wel, maar we waren niet goed gestart. We hebben voor de meesten geen goede voorbereiding. Ik vond een zeer goede voorbereiding. Ik kijk nooit naar de resultaten. Daarna hebben we een misstap begaan en al de spelers waren er heel van bewust dat er vandaag een antwoord moest komen op de wedstrijd van zondag. Maar dat hebben ze perfect gedaan. Ik denk dat we iedereen heeft nu, dat is het KVO dat ik iedere week zou willen zien. Enorm veel vechtlust voor iedere bal. Bij balverlies heb ik iedere keer 11 leeuwen gezien. En ik denk in tweede klasse, als je die mentaliteit niet hebt, dat je het heel moeilijk gaat hebben. Het is nu niet, we mogen nu niet euforisch zijn ook, want het is nog maar de eerste wedstrijd, er is nog niks gebeurd. Ik ben zeer tevreden met die overwinning natuurlijk. Die was broodnodig na die wanprestatie van de tweede helft in Hoei. En mijn analyse is ook heel kort. Ik denk misschien toch mijn collega bijspringen. Brussel heeft buspech gehad. En die zijn dan heel laat op de club toegekomen. Daarom dan ook 10 minuten later hebben gespeeld. Dat is ook niet een ideale voorbereiding voor die jongens.
Maar we hebben heel verstandig gespeeld. We waren heel attent op stilstaande fasen tegen. En de stilstaande fase voor ons waren we ook heel attent. We maken er 2 doelpunten op. En we trainen er regelmatig op. En eindelijk komt het er ook uit. We hebben de 0 kunnen houden. Dat is ook dankzij de nummer 1 tot nummer 11 vandaag. Iedereen heeft ervoor gezorgd dat we de 0 konden houden. Ik zeg het, als we dat iedere week kunnen brengen, dan gaan we enorm tevreden, gaan we een heel mooi seizoen tegemoet gaan. U zegt een mooi seizoen. Ik zou zeggen, volgende week gaan we naar Doornik. U doet vandaag een goed resultaat en uw kern wordt nog groter. Ja, morgen komt Ivica Djidjic erbij. Dus die is ook speelgerechtigd, 100% zeker tegen Doornik, dus dat is al zeker op verdedigend vlak, al moet ik zeggen dat Niels het schitterend heeft gedaan. Voor een jongen die geen rechtsbak is en Brian mag ik ook een pluim geven, want die jongen heeft heel goed met James de ene kopduel, de andere de dekking. En Philippe Liard is ook terug en dat vind ik wel een groot pluspunt. Weinig balverlies, keihard in de duels. En, ik zeg het op het verdedigend vlak, dan als je dan met Lars en Van der Beest nog 2 werkers hebt in de midden, dan mogen de technische spelers daarvoor komen. Dan hebben we dan Sammy Bench, die een supermatch gespeeld heeft, toch die enorm hard gewerkt heeft. En Julien vond ons offensief blok ook heel sterk. Dus voor mij, voor een trainer is dat super als je zo'n wedstrijd ziet met zoveel inzet. Maar bon, we mogen niet lauweren op 1 wedstrijd natuurlijk. We kunnen nu rustig naar... We hebben jammer genoeg een vrij weekend. En we kunnen nu rustig toeleven naar Doornik. Oké, ik zou zijn een tevreden KVO-trainer. Die vanaf morgen begint om de match tegen Doornik voor te bereiden. En we spelen dan op 30 augustus, de zondag, thuis tegen Ronse. Zijn er vragen vanwege de mensen van de pers? Kunt u de micro nemen, Johan? Ja, wat versta je niet, jongens. Thierry, is de transferactiviteit daarmee afgesloten met de komst van de Kroaat? Denk ik niet. Wat mogen we nog verwachten? Normaal nog 1 speler. Een spits? Ja. Ik ben niet zeker. Jawel, maar ja, Thierry is wel zeker, maar ze had mee, de pers weet het beter dan ik. Dus. Ja, okay. Jullie weten het altijd voor mij. Dus. Nee, maar toch, we hebben vandaag veel kansen gecreëerd. Dat vind ik altijd positief. In de voorbereiding deden we dat ook. Maar we het afwerken was niet altijd optimaal in de voorbereiding. En nu, vandaag, je mag nooit aan 100% afwerken. Dat kan ook niet. Maar ik denk dat de score veel hoger had kunnen lopen als we het... Als we meer... Maar dat hoeft ook niet. Ik was ook al tevreden met 1-0. En de manier waarop vond ik heel belangrijk vandaag. Nog vragen van mensen van de pers? Ja, meneer. Christophe, malgré la défaite, est-ce qu'il y a quand même des choses positives à retenir? Non. Non. Je pense qu'il n'y a rien à retenir quand on est aussi faible techniquement. Voilà. La jeunesse, ce n'est pas une excuse. Il faut faire des prestations, montrer qu'on a de l'engagement, montrer qu'on a de la technique. On n'est pas là pour commencer à cacher la vérité. La vérité, c'est qu'on est faible et qu'on doit s'investir dans le travail et qu'on doit être beaucoup plus concret. Voilà, maintenant on connaît nos lacunes, on sait très bien que sans recrutement, c'est impossible de pouvoir mettre l'adversaire en danger. On peut travailler sur l'organisation pendant des heures et des heures à partir du moment où il y a une phase arrêtée et qu'on a une petite faiblesse. On ne peut pas revenir au score, donc c'est très difficile. Mon jugement, il n'est pas dur. Mon jugement, il est objectif par rapport à ce que j'ai vu ce soir. Voilà, je pense que ça ne sert à rien de discuter pendant 2 heures. Qu'est-ce qu'on a démontré ce soir? Combien d'occasions nous avons eues? Je pense trop peu que pour revendiquer quelque chose, mais je ne pense pas que l'adversaire, il a eu beaucoup plus d'occasions que nous. Peut-être un ballon sur la barre à la 87e minute. Voilà, mais je félicite quand même au stand pour sa victoire, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Goed, nog vragen? Nee, dan kunnen we hier deze eerste persbijeenkomst afsluiten. Dank u voor uw aanwezigheid.